deze keer weten we het. Wie gaat Den Um winnen? Een van de 24 schutterijen die nog in de race is. En naast mij Jacques Leenders voor het deskundig commentaar, zullen we maar even zeggen. Jacques. Dankjewel en een hele goede morgen toegewenst. Ja, Pascal, het gaat weer gebeuren. Anoushka Koopmans heeft 72 stemmen voor en 3 tegen Dominique met overgrote meerderheid gekozen tot nieuwe president van de Congresgeneratie van Buiten Limburg. Hoe voelt dit nou? Ja, fantastisch natuurlijk. Overgrote meerderheid? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Meer woorden heb ik er niet voor. Met de benoeming van Anoushka Koopmans als nieuwe federatiepresident hebben de leden voor het eerst gekozen voor een vrouw. Dat wordt straks mijn plaats. Verheugt u zich ervan? Het is een enorme eer om dat te mogen gaan doen. Ja. Eerst nog het feestje. Wij zijn nu in mei al er helemaal klaar voor. Het is prachtig weer. En we gaan er vandaag een fantastisch feest van maken. Voor het eerst in de geschiedenis van de federatie is er gekozen voor een open selectieprocedure. Een commissie onder voorzitterschap van vicepresident Hubert Broens heeft de gesprekken gevoerd met de kandidaten. Wel, we hebben voor het eerst in de geschiedenis van de OLS-federatie gekozen voor een open selectieprocedure waarbij zich iedereen kon kandidaat stellen. Die oproep die heeft ertoe geleid dat wij dus met 4 kandidaten in de selectiecommissie zijn bezig geweest. En uiteindelijk hebben wij Anoushka aan het federatiebestuur vanuit die commissie kunnen voordragen als de beste kandidaat. Een vrouw, ook historisch. Maar dat geeft dus ook aan dat wij openstaan binnen de federatie voor alle leden, jong, oud, vrouw, man. Dus iedereen krijgt zijn kansen. Anoushka Koopmans is 49 jaar en is al meer dan 40 jaar verbonden aan het schutters- en gildewezen middels haar lidmaatschap aan schutterij Sint-Willibrordus uit Meijl. Anoushka heeft in de afgelopen 3 jaar als vicevoorzitter van de OLS-organisatie in Meijl een belangrijke rol vervuld in de organisatie van het OLS-feest. Ik denk namelijk als het profiel zorgt, er zit heel veel elementen in van zeg maar bestuurlijk netwerk en zo, met, zoals mijn achtergrond is. Maar ik vind heel eerlijk, in deze tijd, zeg maar, waar in een aantal schutterijen het niet zo makkelijk heet, hè, ja, om jonge mensen, maar ook om oudere mensen erbij te krijgen. Want dat is mensen zo belangrijk. Hè. De doelgroep oudere mensen, 60ers, 50ers, 60ers, die allemaal tijd zat hebben en die eigenlijk ook wel wat te doen willen hebben, die veel gezonder zijn als 30, 40, 50 jaar geleden. Mm. Ja, die moesten er ook bij proberen te krijgen. En ik denk dus dat een nieuwe president die 40 jaar bij de schutterij is, die het laten zien bij de Groen, dat ze in staat zijn geweest om zich te ontwikkelen en dingen te vernieuwen, tradities te behouden en door met een echt een grote vereniging te blijven. Mm-hmm. Ja, dat is dat kan een geweldige kracht zien voor de hele schutterswereld in beide Limburgen. Ja. Absoluut. Wat moet deze nieuwe federatiepresident als opdracht krijgen? Wat wordt belangrijk de komende jaren? Nou, ik vind eigenlijk met de nieuwe dingen meegaan, met de nieuwe, toch de veranderende maatschappij, vind ik toch dat ze daar beter in met moeten gaan, zodat het schutterswezen ja, ook zeg maar, in stand blijft en de traditie behouden blijft. Wat is zo'n belangrijkste taak de komende jaren? De reorganisatie van het hele OLS, moderniseren van het bestuur en alles wat erbij kan kijken. Kijken dat we de toekomst klaar waren. En dat er van nu op ook jeugd komt door mij. En we moeten onze aandacht natuurlijk op de jeugd richten, want die moeten we straks van ons overnemen. De gemiddelde leeftijd is hoog binnen het ledenbestand van de OLS. Hoeveel zijn het er? Ik dacht binnen 10.000. Als je kijkt naar het OLS in Meijl, kijk naar de optocht, kijk naar de sheeten de vorige week, kijk naar dat festje wat we in de tent hebben gehad, dan denk ik bij mezelf, de schutterswereld is springlevend. He? En dan huren we wel eens van, goh, he, er moet veel gebeuren. En natuurlijk, maar we moeten om te beginnen de tradities koesteren. En die tradities moeten ook wel verbinden met een stukje vernieuwing. Maar dat gaan we doen met jong en met oud. En dat betekent, daaruit kun je toch eventueel, als we toch moeten gokken straks en ergens geld moeten inzetten, kunnen we toch misschien wel opmaken wie de grootste kanshebbers zijn? Of zeg je nou nee, dat blijft toch een loterij? Nee, zo werkt het niet. Als we zien dat 7 in 2019 won, in 2018, 2019 georganiseerd, Jolle Vuurschoten ze ergens tussen de 130 en de 140 als prijs. Dus dat is geen garantie. Nee. Maar de Zienbaldschutterijen, die het erg goed gedaan hebben, onder andere Herkenbosch,
En Hekkenbos heeft de laatste 5 jaar 17, 8, 5, 6, 3 geschoten. Ah, dat is perfect. Ja. Hè? Dan zit ze met die schutter zit ze goed in de wedstrijd. Geen garantie voor vandaag te winnen, maar wel een kans hebben. Ja, we gaan zo meteen nog even verder naar kanshebbers, maar we gaan eerst even naar Bart. Want die heeft volgens mij weer iemand bij de microfoon. Ja, het is heel gezellig. We staan in de tent bij Van Rij. Kom even staan, meneer. Wim ziet je? Marco. Marco, ja, het is een spannende dag, de Rob of de Ronger. Ja, zeker. Echt wel. 2019, ja. Tweede. Nou wilt je de winnen. Ja, we willen hem graag een plaatsje omhoog gaan, maar ja, we zien het wel. Wat is uw taak binnen de shutterij? Ik ben bestuur, medebestuurslid. En ik ben de buksmeester, of ja, de verlofhouder. Is de spanning al aanwezig of hoe ga je dit? Ja, ik denk wel dat de spanning bij ons aanwezig is, maar gezonde spanning. Ja. Hoe moet het nou die shutters vullen? Dit was een van die winnende shutters van mij al 3 jaar geleden. Hoe ga je ze zo'n dag in? Ja, nou is een beetje spannend, rustig blijven. En nou belangrijk, de eerste ronde doorkomen. Gewoon proberen de eerste ronde door te komen en zo van ronde tot ronde gewoon blijven. En gewoon proberen rustig blijven, niet gek laten maken. En geduld hebben, wachten. Geluk gedaan. Geduld is wel heel belangrijk, zeker met dit weer, wat toch een beetje winderig kan zien. Nee, het weer is nou perfect volgens mij. Bijna geen wind, daar kan het niet in liggen, dat is geen excuus. Liek mij zo. Was makkelijk praten nou, hè? Ja, ik denk dat geen 2019 er iets anders in stond, of nee? Ja, op zich ook rustig, toen ook rustig. Ik zeg ook, je moet gewoon rustig blijven. We hebben toen weinig zin in gehad eigenlijk. Maar nu beleef ik het natuurlijk anders, hè. Hoe vindt ze dit? Ja, geweldig. We hebben een super OLS gehad, alle dagen zijn super verlopen en ik denk vandaag ook weer. Dus ik denk dat ik terug kan kijken op een heel mooie OLS hier in Meijl. Wat is de uchtaak vandaag nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet zo gek veel. Kijk wel een beetje genieten van alles en gewoon genieten nog van alles. En een beetje buurten en daar lekker pilsje drinken. Heerlijk toch? Doe het toch. Moet je de up nog terugbrengen naar de winnaar? Dat gaan we straks ook nog doen. Dat komt, dus we willen nog een lange dag vandaag, denk ik. Dus gewoon rustig, ook rustig aan beginnen we. Begin lekker rustig. Dankjewel. Ja, ja, bedankt. Ik heb ook eens even, Pascal, gekeken. Want wie is de verhouding met scheten? Wie zit het met de leeftijden? Ja. En we hebben dan nog wat schutterieën bij. En we hebben heel duidelijk gezegd van dat het oude mannen zijn die scheten. Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Kijk, Kappa Olaf. Die zoet gemiddeld en leeft hij 43 jaar. Dat is toch netjes? Ja. Schaarsberg zoet 43 jaar. Laar, die zoet 38,5 jaar. Dat zien toch waar jeugd bij zit. En waarvan mogen zeggen, dat gaat prima. Stijn, Sint-Josef, 43,6. En dan ook Wieler, Sint-Martijnus, 47. Kessenich, de Sint-Martinus, 46, 47 jaar. En Obbig, 48. Allemaal circa, zegt er wel bij, dus niet op een 10e oegeteld. Maar ik wil maar zeggen, de schutterijen zien zelf en het werkje gewoon, om gewoon te verjongen. En de jongeren schieten niet slechter als de ooitjaar. Alleen heel veel schutterijen hoor je vast en een standaardteam en mensen die jaren mee schieten. En natuurlijk, jaren voelt hij zelf ook eens een keer zeggen van, nou, ik stond mijn plaats wel af. En daarom heeft hij hier geen kans om door te stromen. Schutterijen moeten zeggen, nou zoveel jaar, moeten er ook een paar van onder de 30 in. Dat gebeurt, heet het vandaag wel. Hoe vind je het OLS? Het OLS is ja, fantastisch. Het is weer hartstikke fijn dat we weer georganiseerd mogen weren. We hebben het echt een aantal jaren gemist. Net de nieuwe OLS federatiepresident officieel gekozen. Wat vind je ervan, Anoushka Koopman? Ik vind het een prachtige keuze die ze gemaakt hebben. Een vrouw, sowieso. Dus en als ze ook nog over credenties kreeg, communicatie en dergelijke, ja, ze schiet er heel goed in te zien, dus we zullen wel merken dat de komende jaren. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Ja, de jeugd is natuurlijk belangrijk, maar wat ik ook belangrijk vind, en natuurlijk eigenlijk nog te weinig in de schutterswereld, dat is het feit dat, wie krijgen we de jongeren terug in de schutterie? Want als er de jeugd is, die gewoon op een gegeven moment studeren, die gewoon doen, wie krijgen ze terug naar de schutterie toe? Belangrijke opgave voor u. Denk het wel. Je hebt een briefje in uw tas. Zullen we even kijken, Wimpje, vandaag kanshebber 8? Nou, ik heb een briefje dus met alle 24 schutterijen, want het hoor je natuurlijk hartstikke bij. Dus, ja, het klopt. Het klopt. En mijn favoriet is eigenlijk Herkenbos. Waarom? Nou, die zijn in 37 geworden, Jor de Veur zijn die ook al derde geworden. Ik geloof het, Jor de Veur heeft even gezegd dat ze ook al derde zijn. Dus ze zijn eigenlijk al 3 keer op 3 derde geworden.
En het zou natuurlijk ook wel leuk zien als het de kant op gaat. Hoe beleef je dit OLS? Je kijkt zo lekker goed op die mensen. Ik zeg ze net kunt maken. Nou. Ja, geweldig. Wat vind je het schoonste? Ja, de samenhorigheid allemaal. De gezelligheid. Ja. Geen problemen geweest. Nee, het ging lekker en we hebben het goed georganiseerd, denk ik. Ja, ja, heel goed. Ja. We hebben het over Wim vandaag kans maakt om door te winnen. Wat denk je? Ik tip Herkenbos. Ja. Waarom? Dat die twee jaar geleden waren die derde. En die is zeker goed. Ja, dankjewel Bart. En het stroomt hier al behoorlijk vol hier in de Schutterswei in Meijer. Want vandaag dan gaat het kavelen beginnen aan het eind van de dag. En hoe laat dat precies zal zijn, dat moeten we nog even afwachten. Dan is bekend wie den mee naar huis neemt. Want er wordt al voorzichtig gezegd, het kan wel eens een tijdje duren vandaag. Want de weersomstandigheden zijn een stuk beter dan vorige week. Vorige week was de grote vijand de wind. Deze week is het misschien de spanning, Jacques. Die Pacht gaat spelen. Ja, dat speelt allebei de dagen van me natuurlijk. Want het typische is van dit geval dat ze dus alle schutterijenkeurs zeggen van als we de volgende week maar terug kunnen komen. En dat geeft toch ook wel een stukje spanning. Want ze willen zo geer terugkomen. En als ze het gaan winnen, dat is dan het tweede. Maar dat terugkomen op de zaterdag, dat is eigenlijk de eerste zondag al heel belangrijk. Ja, ik huur alleen maar Herkenbos, Herkenbos. Je wordt als grote winnaar getipt. Ja, dat zou kennen. Ja. We zijn de afgelopen jaren goed aan het cheaten. Dus misschien zit dat dit ook wel weer in. Wat wordt het recept van vandaag? Wat is de tip van vandaag? De tip? Ik denk gewoon rustig blijven en gewoon doen wat het altijd is. En hopen op het beste. Heb je het gevoel? Nou, ik ben toch wel behoorlijk zenuwachtig. Zenuwachtig. Wie is het hij? Wow, redelijk rustig. Je zal die keur. Belfeld, grenzend aan Peel en Maas. We zitten erbij. Het duurt vandaag geen 14 rondes. Wat denk jij? Dat zou wel kennen, ja. Want we hebben er pas 3 geschoten. Hè. En 14 de beden kon je voor ongeveer op 12 ronden. Dus dat klopt wel ongeveer 22 ronden, ja. Ja. In Zeren waren het er totaal maar 9 ronden, hè? Ja, ja, dat is inderdaad. Dat is te kennen, ja. 9. Ja, dat zie je. Het kan zo mogelijk zijn, maar man, mag je het niet erg. Dus dat scheelt jou wat gemakkelijk hier. Dus ik heb dat niet goed aanverwacht. Wie verdomme. Voor de mensen die nu afstemmen, het kavel is begonnen. We hebben 3 J's, om precies te zijn, Jacques, hebben we nu bij de schietbomen staan. Die doen verslag als daar iets bijzonders gebeurt. Als één van uw schutterijen eventueel mist, dan zijn wij daar als de kippen bij. En ook als het dadelijk goed gaat, uiteraard. Want we zijn niet alleen maar ramptoeristen. Maar zo gaat een Alfa race nou eenmaal. Het is nu afwachten wie de eerste fout maakt. En dit zijn bulkjes van 1,5 bij 1,5 centimeter. Dus het zijn nog relatief grote bulkjes. De wind is goed, de zon... De zon is, schijnt niet echt heel erg hard, dus het is ideaal weer. We kunnen naar Jos, want die staat bij de schietpaal. Met een tweede shutter bezig is, de eerste shutter. Het is in Bulkenstraat. Hetzelfde geldt voor nummer 2, waar ik heb Sint-Servatius uit Gratem, Sint-Martinus uit Heur, Sebastianus Heerlerheide en Veile, die hebben de eerste Bulkenstraat. En dan kom ik dadelijk, als er wat nieuws is, weer bij je terug. In 56 en 92 wonnen ze de OLS al een keer. Zou je natuurlijk wat zien als het terugkijkt naar Kerpen-Ola. En het zou je heel bijzonder zien als het terugkijkt. Want dan hebben we dadelijk te maken met een shutter die er niet bij is. En wat in de zon voor ingevallen is. Ja, dat zou je heel bijzonder zien. Hè? Mag ik dat zien op de derde plaats, zie je het Bjorn Daatsen. Ja, pap in de tafel te weten. Hij heeft niet de shutter hier nummer 1 staan. Ja, dat weet ik niet. Maar hij kost nog de Formule 1 in Oostenrijk. Dus ik dacht, dan doen we dat. Maar ja, dat wisten we van tevoren. Ja, hij heeft op 10 aangegeven. En ik gezegd, ja, dat pak ik die kant. En dat is voortreffelijk. Tot nu toe nog wel. Ja. En dan gaan we ook vanuit dat we gaan ook proberen om dat door te zetten. Nou, 92, truc naar Kerpen-Ola. Ja, het tweede dorpje is, zullen we het zien, hè? Ja, zullen we het zien, joh. Het is begonnen weer, maar we hebben nog een lange weg te gaan, we zien dat nog niet. Ja, maar als we kijken, moet dat bladeren willen gewoon. De helft is rood, hè? Jo. Dus dan ga je rond en dan blijven we dan helemaal veel over, hè? Nee, maar ja, dat wil even goed nog niks zeggen. Het kan even goed nog lang duren. Nee, het kan nog lang duren. Goed, kap
Polen. Allemaal samen heel veel succes. Sint-Martinusborn is door. Wie vult het in de tweede kaderronde? Relax, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd, echt relax. Ze zijn goed te zien. Stuit stil. Dat is nog heel lang ten opzichte van vorige week. Maar nee, het geeft het nog terwijl je nog heel veel voortvarend. Ja. Hoe vult het? Wie heb je gevuld samen? Lekker. Rustig, ontspannen, gezellig. Dat is volgens mij wie het moet zien. Ja. Wat voor rol speelt de Buxmeester dan? Een belangrijke. Denk ik omdat de Buxmeester ook mede zorgt voor de rust in het team. Maar we doen dat onderling. We hebben geen aparte Buxmeester bij ons nu. Jos duidt de eerste drie shutters en Tim duidt de laatste drie. Dat is fijn, rustig. Klein klepje, de wets van elkaar wie het werkt. Prima. Dat zullen we het zien, hè? Dat zul je zeker gaan zien. Op dit moment heb ik heel weinig aanvallers er bijna gaan. De eerste ronde vier, daarna blijven ze alle heen. En dan heb je natuurlijk minder nemen, minder als Gielblom, de Buxmeester en de achteropshut Giel. Ja, we hebben een discussie, want het beermerk wat ze kregen is in die wielren. Dat begint het beermerk met een B. En hier hebben we met een L. Wiel, ik weet het niet zitten. Maar Wiel, dan ga je even in de dump. Wie is het gegaan vanmorgen? Het is super gegaan. De jongens zijn heel rustig en we zijn met groot vertrouwen gewoon de bugs ingegaan. We hebben donderdag de laatste oefening gehad en dat ging ook super. Dus ja, ik zou het weten. Maar het is shit allemaal goed bij ons. Maar is het verschil met zondag echt zo groot? Ja, dat wel. De eerste, dus met opzetten zondag, was echt veel weer te stinken aan de kant. En het was echt de ding ze zelf in bewegen. Maar hij ging niet van links naar rechts, maar hij ging ook van voor naar achter. En dat wordt toch wel, ja, vooral als het buks in shit, wat kon ik doen? Pak ik hem boven, pak ik hem onder. Ja, alles probeer je goed natuurlijk. Ja. We hebben vol erop gehouden. En wat ik ook tegen de collega van A1 heb gezegd. Ik heb tegen de jongens gezegd, kijk naar die maïsblaar daarachter. En als die de log in komen, dan gaat de wind liggen. En dan shit ze, want die behaal ik boven, die blijft duwen. Hè. Ja, ja. En op een gegeven moment dan denken ze, je staat stil, maar dan trekken ze zich terug. Ja. En dan shit ze nog eroverheen. Dus daar moet ze even goed rekening mee houden. Ja, het zit er nog niet gans op, maar... Wie blij ziet je en wie goed is het en wie vult Keug? Ja, dit is fantastisch als ik nou ook weer kijk. En vorige week en alle activiteiten, hoe mooi het verlopen is. We hadden het net nog even over met de organisatie ook. En met de OLS-voorzitter Ger Koopmans nog, hè, die vanmorgen het stokje heeft overgedragen officieel. Maar fantastisch. Al die vrijwilligers op de been, al die lachende gezichten. Nou voel je wel de spanning. Hè? Er zitten natuurlijk nog maar 11 of 10 schutterijen in. Maar geweldig. Eén groot compliment voor iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Hoe trots kun je zijn als burgemeester? En nu komen dadelijk alle andere bestuurders van de schutterijen die nog inzitten hier bij elkaar. Dat voelt natuurlijk wel een beetje vreemd. Maar nou ja, we gaan kijken waar het de volgende ronde is. En wij zullen ook zorgen dat alle aanbevelingen die wij weer hebben, dat die ook weer bij de nieuwe organiserende gemeente en schutterij terechtkomen. Dus fantastisch, echt. Wat was uw taak met het OLS? Ja, wij mogen de PR doen voor het OLS. Samen met Loes onder andere. Loes, hoe vond ze het? Superleuk, echt. Nog nooit het OLS meegemaakt, maar ik denk dat ik nou elk jaar ga. Oh, nou, met Angelique samen. Ja, ik ken het wel, maar... Want ik is jarenlang metgedaan. Ja, ik heb 10 jaar getrommeld. Dus nee, ik zat ook altijd bij de groene schutterij. Dat is met de paplepel ingegoten. Krijgt ze niet kriebels als ze dit nou weer doen? Ja, ik vind het fantastisch, maar om erbij te gaan, nee. Nee, dan ga ik liever dansen nog. En dat was wel die echte hobby en passie? Ja, dat is wel mijn passie, ja. Ja. En Loes, nou is dit voor de eerste keer. Nou, helemaal, het begint. Nou, ja, dan gaan we dansen. Maar ik zou niet bij de schutterij gaan, nee. Ik vind het leuk om mee te feesten, maar niet om mee te trommelen. Eén keer is leuk. Ja. Ja. Nou, wij gaan lekker op de Heimatkapelle. Ja. Daarin, hè? Yep.
vergeten te doen. Altijd weer dezelfde. Jongste lid van St. Willy Brothers. Hoe oud is het jongste lid? 5,5 maand. Ja. En nou wel op het OLS, de eerste keer het OLS? Eerste keer het OLS. En dan mij al, hè? Mooier werd het niet. Nee. Heeft een beetje nog zin? Ja. Zo te zien wel. Ja, toch? Ja. Hoe vind je het tegen het? Ja, zo chic. Dat is echt, het is geweldig. Ja, het is nou de laatste dag en ja, het is voorbij, het is geloof. Ja, het is gek. Ja, wel gek. Je moet eigenlijk 3 jaar naartoe geleefd, hè? Ja, lang zat, maar het is ook zo voorbij. Ja, ja. Ik weet nog dat we in 2019 stond ik voor aan die hekken. Toen zocht ik die mam en die zusje. De Humnohoeshaal. Ja, ik kon er niet bij. Dat was het ergste. Nee, maar ja, het is geweldig. Wat is het meest van genoten? Ja, eigenlijk alles. Want ik ben blij dat er foto's en filmpjes zijn, want anders nee. Kerstin nog genieten. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoi wel, is het druk bij de bonnenkassa? Ja, super druk. Ja. Jullie hebben amper tijd om hier nog even te komen buurten, denk ik. Want, bij een van de spaarzame momenten. Ja, zeker. Ja. Gelukkig hebben we 2 bonnenkassa's, dus we kunnen terrein. Maar hier kunnen ze alleen maar met contant geld betalen. Oh ja. En het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel dat er nog met contant geld betaald wordt. Dat verbaast ons een beetje. Zelfs briefjes van 100 zitten er ertussen. Oh. Dus, nou ja, dat zijn... Het is letterlijk kassa hier. Sparen of hou het goed bij je. Ja, natuurlijk doen we dat, ja. Succes, want de volgende mensen staan er weer te wachten. Ook contant zie ik, dus succes ermee. Ja, tot zover bij de bonnenkast. Kan je ook bonnen halen? Oh, ik ben naar Germany. Duitsland. Oh, Duitsland. Oogbonnen? Ja. Ja, klaar. En? Wie vinden ze hier, het was hier? Ja, super, einfach super. War vorige Woche schon hier. Und diese Woche. Ja. Dank je. Fijne dag nog. Ja, fijne dag. Het zonnetje gaat nu even weg, maar dat mag de pret niet drukken. Nee, zeker niet. We hebben een fantastische overles. Ja. Dus alleen maar genieten. Dus, alleen maar genieten? Alleen maar genieten. Hard werken, maar ook heel veel genieten. Ja. Ja. En de vrijwilligersavond? Top. Super gezellig. Mensen waren dol enthousiast. Honervel heeft opgetreden. Ja. Ja, dat was gewoon een feest. Tent die barst uit zijn voegen. Yes. Fantastisch. Zou je van betere band hebben als Hondervel in een grote feesttent, hè, zou je kunnen denken. Ja. Maar het loopt allemaal vlekkeloos. Het loopt vlekkeloos. Ik hoor ook geen enkele wanklank. Dus iedereen is blij. Overheid, controleachtige zaken. Ja, loopt prima. En we hebben een nieuwe president bij de OLS. En een nieuwe president, Anoushka. Ja. 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 Ook weer. Ook dat is voor haar een hele mooie taak, denk ik. Om gruts op te zijn. Jazeker, om gruts op te zijn. Om gruts op. Precies. Mooi. En dan nog de vraag aan de burgemeester Hans Verheijen. Hoe kijk je er tegenaan? Wat geeft het gemeentebestuur van Zittert, Gelijn, Doorn en Sint-Willibrodes de nummer naar Zittert, Gelijn brengt? En vooral naar Obbing brengt? Dan gaan wij dat heel, heel, heel graag organiseren. Dank u wel. Dat was de eerste waarmee we het jouw woord gekregen hebben. En ik kijk even naar boven toe, want ik stond bij het Zandakker Gilde Sint-Jan uit Venrooy. En daar staat de achterop schuit en die moet er nog 3 en die moet er nou nog 2. Dus ze schiet er een af. We nemen dat naar mij. Ik zie geen gekke dingen hier links neven mij. Loop ik direct naartoe, maar we blijven even bij Venrooy. En dan ga ik in een stap achteruit kijken waar Bernie Valier op zit. En dan gaan we kijken naar Bernie toe. Bernie, het wordt erg spannend.
pannen daarboven naar twee blokjes. Ja, inderdaad. De laatste schutter Hans Verrees staat onder de mast. Nog, de eerste 16 waren er piekfijn af, inderdaad. Nou, op voor de 17e. Natuurlijk, de druk op de achteropschutter is altijd groot, inderdaad. Maar op dat gebied inderdaad volledige vertrouwen in Hans. En Hans had ontzettend veel tijd nodig inderdaad om te schieten. Hij kijkt nou weer naar boven inderdaad. En met name inderdaad, het is nou rustig blijven. Goed aankijken, de Buksmeester pot nog heel even tegen hem. Even de laatste aanwijzing inderdaad. Even de pep talk, zou ik zomaar even zeggen inderdaad. En dan gaan we toch vanuit inderdaad dat we langzaam naar het 17e schot gaan. En dan is het inderdaad eraf gelopen, dus nog één en dan zien we weer een ronde verder. Het weer was steeds minder, hè? Ja, deze ronde is volgens mij redelijk intact gebleven inderdaad. Maar we zitten nog met z'n acht in de strijd. Dus nog zeven die moeten missen. En hopelijk blijven wij dan als enige over. Yes! We hebben het! Ja, bij een uur om schreeuwen. Het is gebeurd. 18 schoten eraf voor de Sint-Janse Akkerschelde, Sint-Jan Oud Venrooy. Er wordt wat afgetapt op zo'n OLS. Pieter Korsten is van de brouwerij. Het gaat goed volgens mij, hè? Ja, het gaat prima. Er wordt goed gedronken. Er is beer genoeg, dus... Je mag er geen zorgen? Helemaal niet. Ik ben benieuwd, hoeveel beer wordt er nou zo op zo'n dag vertapt? Ja... Ik denk dat ze nu twee tanks leeg hebben en ik denk... Ja, dat ligt er aan wie lang dat ze door blijven scheten, maar als... Als ze nog een paar uur zo eten... We zullen toch nog een stuk of 3, 4, misschien wel 5 tanks vergaan gewoon. En over hoeveel liter hebben we het dan? Over 1000 liter per tank. Ja, je kunt even kijken, is alles leeg? Hoe ziet je dat dan met dat lichtje? Dan schiet ze hier erin. En dan kijk je hier achter, achterin. Kijk maar, dan kan ze door erin kijken. Oh ja. Dus het is bijna leeg. Het is bijna leeg. Dus dan moet je bijna... En wat duren we nou? Dan nou zien ze een tappen. Dat is de luchtcompressor die hem op druk houdt. Een hele organisatie zo. Ja. Het lukt allemaal voorspoedig. Ja. Super. Je hebt allemaal perfect. Dit is toch 10e OLS? Ja, ik denk het wel. Zwart. Wat vind je zo van dit jaar, deze editie? Ja, heel fijn. Het is allemaal goed geregeld. Ja, het heeft mij al goed gedaan. Dus het is meer een windvlaag. Kan het ook te veel waaien? Ja. Dat het uiteindelijk even uitgesteld wordt? Nee, ja, dan moet het boven 3 bevoren goed komen. Dan wordt het stilgelaten. Ja. Met vlagen, ik heb geen idee wat dit voor windsterkte zal zijn. Maar als het echt... Het zijn echt windvlagen die we doen. Het zijn echt windvlagen, ja. Kijk, en die schietbuim, die staan allemaal afgespannen. En als het goed is, staan die allemaal... Zo'n beetje in hetzelfde afgespannen. Er zit niet veel verschil in. Want ze moeten tenslotte toch allemaal dezelfde kansen krijgen om op die buim te kunnen scheten. Nee. En niet een langere boom wat harder wegens de buurman. Want dan krijg je ook boze gezichten over. En dat moeten we allemaal niet hebben. Nee. Dus dat staat allemaal zo afgesteld. En ook wat ze nou aan doen zien, die haken verwisselen. Die boom die wordt weer naar boven getrokken. En dat wordt wel allemaal op dezelfde spanning wordt dat afgetuid. Dus daar mogen het allemaal in liggen. Maar ja, de wind zal zeker meedoen. Is hij het vlagerig van de ziek aan doet, is hij er ook niet recht achterop wat dat betreft. Is hij het echt van de ziek aan doet tegen die bomen aan te blazen. Dus afwachten. Ja, wie is de oorzaak dat we überhaupt hier staan op de Schutterswei in Meijl? Dat is natuurlijk Sint-Willy Broorders, die 3 jaar geleden de num in de wacht hebben gesleept. En Bart staat met iemand van die schutterij nu te praten. Ondertussen gezellig met Lilian van der Kruis en haar moeder. Hè? En dan loopt de vader ook nog rond, de gezellige familie. Hoe is het? Je won in 2019 het OLS en nu is het bijna voorbij. Ja, het is heel raar eigenlijk. Goed, natuurlijk kijk je nou zo van, godjou, wat we toen stonden weer op dat moment ook zoeken. Maar nu is het hier zonnespanning en weet ik veel wat. Maar ja, het is ook heel raar om dadelijk afscheid te moeten nemen van de num. Dat wel. Je moet hem dadelijk over kunnen geven naar de winnende schutterij. Ja, dat weet ik nog niet of ik hem afgeef. Dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik me zo terugtrek. En anders helpt ik pap hem wel. Ja, dat sowieso. Wat was nou het hoogtepunt? Ja, alles. Sowieso die zondag. Dat je naar de optocht en
Maar gewoon alles. Ja, ik vind gewoon hoe wij mij al hier neer hebben gezet. Ja, geweldig. En dat iedereen zo behulpzaam, ook alle vrijwilligers, maar ook gewoon de gemeenschap. En de reactie dan later, als je dan naar de optocht hier af het veld loopt. Ja, geweldig. Ja. Ja. Het is toch geweldig hier, of niet dan? Ja. Anneke, wat is nou het leuke aan dit OLS? Ja. Gewoon de eensgezindheid. Ja. Iedereen feest, of je nou moet werken, of dat je bezoeker bent of schutter, maakt helemaal niks uit. Het is gewoon keileuk. Ja. Ja. Ziet je ook vrijwilliger nou vandaag? Of, ja, al die dagen al. Oh, wat is uw taak? Ik ben coördinator, mijn duur woord. Coördinator van horeca? Horeca. Ja. Maar we hebben vandaag hebben het rustig, dus dan maken wij de kantjes ervan aflopen. Ja. Je kunt rustig aandoen, hè, zo. Ja. Oh, en je hebt al een pilsje te vullen, of? Natuurlijk. Het derde, dat is snel aan. Hè. Maar ik wou hier gewoon even in. Dit moet je eigenlijk, egal. Wow, dat moet je toch meemaken? Ja. Dat is eenmalig. Alhoewel, ik het in 1955 ook al mee heb gemaakt. Hè. Ja, maar dat is al zo lang geleden. Hè? Ja, maar ja, ik heb het wel meegemaakt. Daar ben je dan nog van? Ja, tuurlijk. Ja, bij Joppen in een café, de oude café Joppen, heb ik nog mee limonade ingeschoten. En die worden gekoeld in de badkuip, waar je in gewassen wordt, uitgeschoerd. Grote staven ijs van de lindenboom. En dan lagen de flesjes limonadige zeuzen van zussen Driekske in. En wij mochten als kinder toen limonade inschuiven. Omdat het druk was. Toen was het ook heel heet. En nou, de tweede keer, ik heb met kinderhoorles heb ik ook meegeholpen. Nog meer limonade? Nee, bier. Daar heb ik in de ring gestaan even. Dus heerlijk. En nu mag ik zelf bier drinken. Dus ik geniet wel. Zullen we nog even proosten en op een hele mooie winnaar. Ja, ja. Ja. Jawel. Hey, kom de schutte. Allee. Je hebt van die dagen dat het heel leuk is om bij de omroep te werken, Jacques. Ik zie dat Bart op en top geniet daar met een soort forum die eventjes de nabeschouwing heeft. En de strekking van het verhaal is toch, daar moest ze bij zijn. Ja, daar moest ze zeker bij zijn. En als ze een 1954 baby is geweest en dan kan ze dat nou allemaal vertellen. Dat is toch best heel leuk en om te huren dat ze met gazeuzen gewerkt hebben. En dat ze het drinken in de badkuip en je liggen met staven ijs erin. Ja, zo was dat toen in de tijd, denk ik, inderdaad. Ja. Ik heb het in zoverre niet metgemaakt, dus dat kan ik niet beamen. Maar ja, die badkuip die wordt wel voor meerdere dingen ingezet dan als het maar voor te wassen. Ja. Dat is overduidelijk. De geweren gaan op de aanlegpul en er kan geschoten worden. We beginnen aan ronde nummer 8. En 7 schutterijen nog in de street. Maar er kunnen de eerste bokjes geschoten worden. Er is ingeschoten, de buksen logo net allemaal op de grond. En net is hem geroepen, aanvang van de wedstrijd beginnen. 18 bulkjes en dan opnieuw wordt de stand opgemaakt. Wil er dan nog naar de volgende ronde gaan. Ik sta nu bij Sint Martinus in Born. De shutters die zitten hier achter op de bank. Ze zitten heel ontspannen. Daar is niks mis mee. Maar hier onder de boom, daar is het een angerding. Want die boom die gewoon op en neer. Die trillen, die bewegen van links naar rechts, die bewegen van voor naar achter. En dat is de grote moeilijkheid. Het leeg, zeggen ze, veld met. Dat blijft vrij constant, maar ja, de wink, dat strik je op dit moment. Het treurige gezichten, het zijn Jans Akker, Gelderhoed, Van Rooij, het gemis. Ja, helaas, het is niet anders. Ik kan het niet anders zetten. Het Zandakkerschilde Sint-Jan Hoed van Rooij. Die missen in deze ronde. Dus ook zij moeten de buks inpakken. Jammer, de laatste Noord-Limburgse club die nog mee in zitten is. Die is er ook uit. En dan zullen we na deze ronde de schade eens op gaan maken. En dan zullen we eens gaan kijken wie voor schutterijen dat er dadelijk aan de echte finale na deze ronde gaan beginnen. Maar het zal gaan tussen Born en Obicht. Ja, inderdaad. Born en Obicht. Ja. En Obicht heeft dan al een keer gewonnen in 1930. Maar dat is alweer heel lang geleden. Ja, toen was Jo er niet bij. Nee. Jo is er vandaag wel bij. En die praat nu met mensen, teleurgestelde mensen waarschijnlijk. Van de schutterij in hun venster. Daar is hij wel heel blij met.
We gaan er live in. We staan bij Alex, de shutter van Venrooy, die niet wist te raken. In mijl zeggen ze, dat raakt ook. Maar dit raakt toch ook, hè, dat ze niet raakt. Ja, dus dat had je mooi kunnen zien. En dan, ja, holende trekker over. En ja, en dan zie je dat je nog stuurt. En dan, ja, hij is gewoon echt balen. Maar ja, dan heb je hier een zesde en met die vijf anderen erbij. En de Pluhoer, burgemeester. We hebben mooi afgesloten, we stonden weer op het podium. We zijn niet alleen, hè? Ik ben niet alleen. En dan zeggen die jongens ook keihard, je mist niet alleen. Het hele team er mist. Nee. En als ze winst ook samen, de winst ook niet alleen, hè? Je doet het niet alleen, je doet het met je zesde, burgemeester en Pluhoers. Geweldig. Goed. Kom we volgend jaar weer terug. Als het goed is, nog twee shotterieën in de strijd. We gaan erbij staan. Ik hoor het. Bij Buchten. Ik hoor het al. Aan Born. Dus het gaat ergens naar Middel-Limburg toe. Naar Middel-Limburg toe. Dat is een keer Uden-Noorderwijk. Ook goed. Dat is ook niet verkeerd. Goed. Succes dadelijk. In ieder geval drinken we in de tent een pilsje. En we treffen ons ongetwijfeld nog een keer. Nou, dat zal niet binnen blijven. Dat weet ik wel. Goed zo. Dankjewel. Ja, je moet kunnen winnen, maar je moet ook kunnen verliezen. En dat laat Venra hier zien. En volgens mij gaat het meer naar Zuid-Limburg dan naar Midden-Limburg. Maar we gaan nu naar Jos toe, want die staat ook bij een schietpaal. Ik sta nu bij Sint-Martinusborn. Die hebben hier 18 belken zelf. Die zien door, dus dat wil zeggen dat we nog twee chatterieën in de race hebben. En dat is Obbig en Born. Dus het gaat hel. Ja, we hebben een misser bij Obbig. We hebben een misser bij Obbig. En ze hebben het niet in de gaten achter mij. En niemand. En nou een einde keer zoals ze volk hier naartoe komen. Ik stond erbij. Maar hij is een misser. Shutter blief onder de boom staan. Maar het publiek heeft het niet in de gaten dat hij gemist is. Wat is er aan de hand? En alle mensen, hey, kieken. Maar de shutters komen nou wel bijeen. En dan gaan er een paar mensen weg. Hey, gewoon de shutters er naartoe. En dan heb ik niet het idee dat ze het heel begrepen. Dat er een misser is. En er staat weer een light bij. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk het puntje wat we maken. Hey. Nogmaals, achter mij op een shutterway hebben ze het niet in de gaten dat er gemist is. En ik stond erbij hier. En het is toch echt zo. Want ik kijk hier bij de optie. Moet ik even kijken naar de naam. Het is Roy Verheijen. De tweede schot gemist heeft. En ja, wat is er aan de hang? Het wordt stil. Maar dat de mensen van Obbig het niet in de gaten hebben. Hey, achter de zitten allemaal gemütlich nog te kijken. Zien niet neergeslagen. Is niet tweede, zo. Dacht ik. Dit is gewoon gemist, jongens. Wat gebeurt er zelfs? Ger, Kampman staat er gewoon te praten. Oh. Ik snap er niks van. Ja. Hebben het niet in de gaten dat er wat gebeurt. En dan gewoon je toch volgen. Ik ga toch even volgen. Hier achter naar de mensen van wat er gebeurde. We gaan even naar jou sturen. Ik sta niet bij de shutterie van Born. Ik moet net zeggen, de buren Graten hebben er 18 punten voor de derde en de vierde plaats geschoten. Ik weet niet of ze derde of vierde zien of dat ze nog een keer moeten schieten. Maar hier is het beren en beren spannend. De vijfde shutter staat onder het geweer en moet zijn drie punten eraf schieten. Dit moet goed gaan, want dan hebben ze de nummer. Ik weet niet of de shutters achter mij op de hoogte zien. Hij wordt niet veel gepraat. De shutter ook onder de boom neemt een tijd. Duit de hangen leeg, kijk naar de grond. En gaat weer terug naar het geweer om aan te leggen. Hij heeft zijn punt eraf nu. Nacht twee. Het is rete spannend. We komen dadelijk weer terug weer. Goed, even mee terug. Ik ga eens even bij het publiek vragen. Van, het gaat niet goed. Nee, Roy heeft gemist helaas, de tweede shot. Nou, mensen hier achter me hebben het niet in de gaten. Nee, volgens mij gewoon niet, maar de spanning is nu straf, heb ik gemist. Het is over. Ze gaan niet op het letten. Ik denk gewoon dat goed is. Maar nee, de druim is over dit jaar. Ja, maar
maar de mensen die hebben niet gezien dat het gemist is, hoor. En we moeten het rustig houden voor de schutters natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, goed. Ik bedoel, je staat er nog volk, maar die hebben niet in de gaten dat er gemist is. Nee. Dus kom er straks achter. Ja, is goed. Goed, ja, jammer. Maar een tweede prijs is ook een prijs. Is ook een zin, dat dacht ik. Dat moet ik zeggen. Goed. Hey, is het gedaan. We gaan dadelijk kijken of Roy Verheijen aan de microfoon kunnen krijgen. En dan gaan we kijken of daarachter dadelijk bij Jos met dezelfde schutter moet hetzelfde bulkje, het tweede bulkje moeten alle schutters afschieten. Mugge Gros het derde bulkje missen, maar het tweede bulkje, dat moet eraf gaan. En dan gaat het overlaat alsnog een nieuwe kaverronde in of alsnog heen naar de mensen van Obbig. Het is heel erg spannend, want op dit moment is er gemist dus door Obbig. En is het dus afhankelijk van hoe Borren schiet om uiteindelijk te kunnen zeggen of zij het gewonnen hebben. En ik hoor nog geen enkel gejuich losbarsten, maar ook geen verdriet bij de anderen. Dus ze zijn nog aan het schieten op dit moment van Borren. En we kunnen nu even bij Jos vragen hoe het ervoor staat. Ja, ja, en ik sta nu bij Born. Dat betreffende tweede bulkje is nu aan de beurt. De shutter staat onder de buks. We gaan het live maken. Ik kijk naar boven, ik kijk niet in de camera. Het is spannend. En eerst eraf. En als het goed is, moet er nu nog één punt geschoten worden. Oh, dat is het. En dan is het gans zeker. Dan is het helemaal zeker. Dit is spannend. De buksemeester duwt nu de laatste kogel in de buks. En de laatste shutter van Born, die moet nu schieten. En ik snap... Ja, en het is beslist. De nieuwe Limburger, die gaat naar Born. Hans Akkermans, de laatste shot. Die heeft het waar gemaakt. Die heeft het super gedaan. Het is rete geweldig. Keisjoen, we zullen het vragen. Nee, en mijn eerste reactie. En, wie vult het? Niet normaal. Het is de eerste keer dat ik doe op het OLS met shit. En ik vorige week vrede gebeld van shit ze met. Ja, zeker shit ik met, dat heb ik gezegd. Maar dat is, daar heb ik geen woorden voor. Hey, nagemus van de shutterie. Wie vult je? Nou, en voorzitter zijn, dan is het natuurlijk iets wat... geweldig. We hebben de gasten even gepraat en ik heb gezegd, jongens, houd er rekening mee. We kunnen hem winnen. Dankjewel, Matt. We kunnen hem winnen. We hebben zelfs wel één ding gehoord. We hebben één werkfeest en 51 weken moeten we werken. Als je hier niet voor 100% achter staat, dan moeten we het niet doen. De vereniging heeft ingestemd ermee. Het is gebeurd. We hebben hem. Dus wij mogen de volgende jaar naar Born. Dus hier weer de gas. Ja. En dan zullen we ook eens best doen weer. Dankjewel. Goed zo. Vierse en dan komen we nog een keer weer terug. Ja, je kunt het zien. Hè. Het publiek tronen van geluk. En hoe mooi is dat? Moet even kijken dat we er met de camera tussen komen. Ik zeg tronen van geluk. Tronen van geluk, ja. Ja. Luchtig ook. Ja, dat zou ik denken, ja. Ja, is toch fantastisch, hè? We hadden gehoopt dat we alleen als druk te mogen komen. En dan vult ik het ook gewoon en op zoek. Alleen bij de eerste keer komen we worden. Ja, en we kunnen zien dat Born ook goed is in het schuttersleven. Ook als ze wint en ook als ze verliezen. Maar nou wint je. En groter als wat verdachten. Ja. Goed. Wat een feest, zeg. Hé, hey, ook iedereen vliegt zich om de nek heen. Ja, dat is fantastisch. Ja, de mug. Kom maar mee. Ja. Ja, we gaan even naar Jos toe, want er zit de burgemeester bij. We komen direct heen terug. De burgemeester op bij Jos. Ja! En dan hebben we de burgemeester van die gemeente Woerborn-Ongerveld. Het is hier een omhelzen alles. Wie vult het om een OLS-winnaar binnen uw gemeente te hebben? Ja, echt onbeschrijfelijk. Ik heb hier de nekharen staan me gewoon overeind. Het was heel spannend. Bij de laatste vijf zaten ze beide. En dan is het uiteindelijk de laatste twee Obbig Born. Je gunt het ze allebei. Het is echt geweldig. Het is echt geweldig.
We gaan dit graag doen, jongens, volgend jaar. Godverdomme. Het is een hoop werk. Collega Wilma Driessen was hier, of is hier. Daar heb je mee staan te praten. Ja. Dus u kunt haar altijd om raad vragen van, wat moet ik doen? Moet ik een week komen werken? Ik denk dat ze het graag zal doen. Nee, maar dat gaan we zeker doen. En dat is de mooie samenwerking die we in het Limburgse hebben. Dat we dit soort dingen altijd mooi en warm doorgeven. En leren van de dingen die hier waar men hier tegenaan gelopen is. En de OLS volgend jaar, dat wordt zeker net zo goed als hier. Burgemeester, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zou zeggen, ga met de schutters. Vieren. De feestdagen en vieren. Dank je, dank je. Hoi. Ja, ik sta hier bij de schutter van Willy Broal, Zoet Meijer. Ja. Want, Nienke, wat moet ze zeggen als ze nou een nieuwe winnaars huis? Ja, gewoon terecht. Terecht gewonnen. Iedereen was het gegund, maar ja, een feestje in Borum volgend jaar. Ja, nou, niet te wielen weg. En de moet je eens winnen. Ja, het geweldig toch, hè? Dat Borren het gewonnen nou. Het was een leuke strijd volgens mij tussen Borren en Opbich, meen ik. En ja, dit is dikke proficiat, echt. Ik weet wat het is, hè? Wij weten wat het is, zeg maar, om zoiets te winnen. En ik hoop dat ze er zo van kunnen genieten met hetgene wat ze nou bereikt hebben. Cindy, die is weg. Oh, nee. Ja. Ja, een nieuwe winnaar. Ja, geweldig. Oh, ik gun het ze van harte. We hebben echt zo zitten duimen draaien voor iedereen die las, 3, 4. En dan we waren mee af aan het tellen van oké, okay, nog die erin. En het is leuk dat we eens even het zuidige. Dus helemaal geweldig. Ja. Ik denk ook dat een druk van uzelf vanavond is nou, hè, dat is gedaan. Nou, de prijs moet rijken uiteraard, maar je zit er vanavond. Ja, met een lach en een traan. Dat geloof ik ook wel, joh. Ja, ik zei al van, ik heb nog niet gejankt, maar ik denk dat ik vanavond wel nog een keer ga janken. Zien we niet mee? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Goed, we geven even terug naar de centrale. 50 meter vandaan, daar is het een en al groot feest. Want Sint Martinus uit Borren heeft Den Eum gewonnen. Het is zover, het is bekend. De Alfa Race is afgelopen. 24 schutterijen deden mee. Eentje blijft erover. Het gaat naar Zuid-Limburg volgend jaar het OLS. En de burgemeester is er maar wat allemaal wat blij mee om dat te mogen organiseren, Sjaar. Ja, nou, zo kan ze zien wie simpel het spel kijken kan zien. Alhoewel, er is een geduchte regelgeving natuurlijk achter. Maar ja, het geit als geum. Er moest die buikjes, en vroeger nogmaals waren dat pataten, die moesten zien te raken. En dat hebben ze dus gedaan. Sint Martinusborn heeft dat als laatste gedaan. En ze zien de gelukkige. En dat is net wie net de meneer Veurzetter zei, van het is eindweek feest vieren. En vanaf de week erop, en dan hebben ze 51 weken te gaan, moet er keihard gewerkt worden. Ja. En dat werken, dat betekent dus dat ze inderdaad heel helemaal moeten werken om in een jaar tijd zo'n evenement weer neer te kunnen zetten. Ik heb toch de donkerbruine vermoeden dat ze daar vanavond totaal niet aan denken. Nee, wat nee, allemaal nee, bij nee, komt. Nee. Want zometeen vindt de prijsuitreiking plaats volgens mij in de Veesarena. En ik heb begrepen dat dan de eerste 10 gehuldigd worden. Dus het zijn nogal wat. En wij gaan nog even kijken op het terrein zelf. Want daar is het natuurlijk te doen. Jo, wie heb je bij je? Nou, nog niemand. Want we staan bij Obbig. En waar op het OLS een winnaar is, is ook een verliezer. En als je tweede beurs bent, dan verloren. De finale wel. Maar ik denk wel dat ze een prijs gewonnen is. En als ze de veur voor huis kunnen tekenen, heeft ze denk ik hier ook gezegd. We gaan de shutters hier bij een zitten, het Rijk van Obbig. En dan denk ik dat ook zie. Een geweldige OLS heb ik een shorten nee. En ja, moesten dan de verliezer direct van de microfoon halen? Nee, dat hebben we net niet gedaan. We pakken direct gewoon het team. En we gaan eens kijken wat Obbig te vertellen heeft. Dat ze de tweede prijs gewonnen hebben. En ik ben benieuwd wat ze ervoor hebben. Het OLS is met zitten een beetje afgelopen. Het is vies bij de verschillende schutters. En Kieman zei als de cameraman de heerheid, wie die van Obbig ook zich elkaar om de nek vastpakken. En wie zei doorstaan, ja, ook hij is het vies. En het moet natuurlijk even bezinken wat er is gebeurd. We gaan even kijken wat er is gebeurd. En ik denk ook wel dat ze snel ook wel te woord willen staan. Want ja, ik zeg gewoon winnaars zien. Zien verliezers, dat is de wedstrijd. Nou, we blijven even hier, want ik stond net bij Obbig. Ja, ik zeg, je hebt de finale verloren, maar je hebt wel een tweede prijs gewonnen. Dat is toch in de prijslijst van tevoren misschien wel voor getekend.
van tevoren tekent ze ervoor. Ja. Maar nu heb ik er helemaal niks aan. Nee. Ik snap, ik was niet veel. Ik bedoel, wat tel jij, is dat natuurlijk pienig. Ik heb net even met rust gehoord. Ik denk, even voorwerken en dan nog terugkomen. Maar je hebt toch een fantastische overlesje gehoord, hè? Dat sowieso. En ja, er zal één en eerste moeten werden en één en tweede. En helaas zijn we weer een tweede vandaag. En reken op mich, ik laat hem niet zomaar staan. En zeker niet in de finale. Maar dat doet pijn. En een mug ook, hè? Ja, en dan is het weer even boeien en opnieuw beginnen. Ja, en dadelijk even alle van de gasten een pilsje pakken. En dan straks, ik denk als je op de buurt stoot, voor de prijs af te halen, dat je dan ook wel weer als team en chauterie als eenheid er stoot. En dat ze dan veel van, Tom, we hebben toch een prestatie geleverd. Als eenheid stonden we er sowieso, hè, want we zijn niet alleen, hè, we zijn met de ganse vereniging. We hebben een kiekerbios, Peter, de parapluman, Pascal. Als ze die jongens al niet hebben, als de vereniging er niet achter staat, ja, dan is het zelf ook kloten. Maar er zullen zes man die zullen moeten schieten. Ja, en helaas heb ik het nu vandaag gedaan, maar niet met opzet, geloof niet. Nee. En volgende jaar komt er een nieuwe les, hè? En heel kort nieuws, maar ik wil ook bij deze de chauterie van Borg proficiat wensen. Ja, goed zo, dankjewel. En een hele fijne avond. Dat zal nog wel lukken. Ja. Goed. Dit was de verliezende shutter, de gemisheid. We geven in ieder geval even terug naar Pascal. Ja, dankjewel Jo. Ja, inderdaad, wel winnaars zijn ook verliezers, maar het is natuurlijk heel pijnlijk. We horen zojuist dat Gratum volgens mij derde is geworden, hè, Jacques. En Stijn vierde, als ik me niet vergis. Ja. En dat betekent dat we dus bijna een complete stand hebben. De tweede wordt dan... even kijken. Obicht. En de eerste is natuurlijk Born. Zij winnen hier het oorles. En ze zijn bezig met volgens mij allem. En we zijn natuurlijk bezig staan met allerlei plichtplegingen. Er worden foto's van ze gemaakt. Vanochtend is met een overweldigende meerderheid Anoushka Koopmans gekozen tot de nieuwe president van het oorles. Ja, en Jos staat nu bij haar. Ja, en ik sta nu achter mij de shutters van Born met Anoushka Koopmans, de nieuwe president van het OLS. Vandaag nog niet officieel in dienst, maar vanaf morgen wel, omdat ze ook een hoge functie bekleiden, waar veel verantwoordelijk voor is. Anoushka, wie heb je het ervaren vandaag? Het was fantastisch. Sowieso het hele OLS was fantastisch. Vorige week zondag, die optocht door het dorp. Een geweldig festje in de tent. Hier onder de Sheetbium. De fantastische competitie vandaag ook weer. Met 24 shutterijen begonnen. En ik kan niks anders zeggen tegen Born dan geniet ervan. Wij hebben er 3 jaar, zijn we er mee bezig geweest. En ook wij hebben genoten. Mij alleen genoten. En dat moeten zij ook gaan doen. We gaan straks met de ganse bus, met de shutterij van Willy Brordes, gaan wij naar Born toe. En dan gaan we ze samen met Born gaan wij ze inhalen. Kijk, dat is een leuke gast. Dat heeft Zevenum ook gedaan. Ja. Dat is eigenlijk een traditie. Want de shutterij die georganiseerd heeft, dat die nooit inhalen van de nieuwe winnaar gaan in dat dorp. Nu heb ik nog één brandende vraag. Ja. Die is een beetje persoonlijk. Aha. Hebben ze al een nieuw uniform voor als ze morgen echt in functie komt? Of moet dat nog gemaakt worden? Nou, dat uniform dat moet nog bedacht worden en dat moet nog gemaakt worden. En jij mag zeggen, wat denk je nou dat de vraag is die ik het meeste gekregen heb de afgelopen 2 weken? Wanneer is dat klaar? Nee. De vraag is, ga jij ook datzelfde hoedje opdoen als Ger? Dat is de vraag die ik het meeste gekregen heb. En dat maakt onderdeel uit van dat pak. En dat, ja, daar moeten we nog aan beginnen, want ik weet zelf ook nog pas sinds een paar weken. Het is nog redelijk vers van de pers. Dus dat is iets voor de komende periode, om te zorgen dat er een chompak komt. Maar volgens mijn informatie kreeg ik dat hoedje van Ger niet op. Want dat hoedje en dat pak gaat naar het Schutterijmuseum in stijl. Ja. Dus ben gerust, we kennen nog wel ozen. Worden de rokje of een lange broek? Dat werd een lange broek. Ja, en dat pak van Ger gaat inderdaad naar het museum, dat klopt. Maar we hebben hem er straks, hebben hem alvast een groen pak gegeven. Want volgend jaar moeten wij de OLS-optocht lopen bij ons schutterij. Dan is er een plekje leeg, want ik moet dan op de tribune zitten. Dus hij mag meedoen bij ons. Kijk, dat is een superleuke gasten. Ja. Dat zijn
leuke dingen van Schutterie en Schuttersongerijn. Ja. Anouska, heel veel succes en hartstikke bedankt dat ze even te woord moest staan. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Wat een feest hebben we weer met gemaakt. En laat ik dingen ook allemaal zeggen. Het vuur dat we de huldiging doen, ik allereerst tegen nog allemaal wil zeggen. Wat heeft de schutterswereld na twee zware coronajaren zich aan beide Limburgen laten zien. Tienduizenden mensen hebben genoten van wat wij van harte schuttersgevoel noemen. Vriendschap, loyaliteit, gezelligheid. Vanuit die dorpen en wieken hebben wij over gans Limburg en via alle media aan gans Nederland en België kunnen laten zien. Dank jullie wel allemaal daarvoor. Schutterij St. Martinusborg, de laatste keer door geweest met KAVO, hè. Dat was een baanloop. We zijn een paar jaar zijn we aardig bezig met schieten. Mede door het fantastische werk van was Hans. Hans, kom eens de chef kunnen gooien, jong. Hans Akkermans, ik durf rustig te zeggen, is een hele bekende naam in de schutterswereld. En die heeft ons het scheten geleerd, over een paar jaar door. We hebben ons voor het ONS gesteld zet ik een doel. Het eerste doel is die twee keer achteraan scheten, als ik eens kan kavelen. En dan stelt zet ik het doel elke run verder te komen. En dat lukt ons. Wij overhandigen het heer door onze nieuwe winnaar. Morgen. Ja, maar voordat ik dat doe, wil ik natuurlijk de hele organisatie, iedereen die meegewerkt heeft en dit fantastische feest. Maar wij zijn er verblieven gaan en wij hebben dit geweldige feest hier neergezet voor het heel Schutterswezen. Daar ben ik grots op. Dank jullie wel allemaal. Ja, welkom terug hier op de Schutterswei in Meijl. En daar begonnen we vanochtend de uitzending om 10 uur. En daar werd Anouska Koopmans officieel ingesteld als de nieuwe president. Daarna begon het schieten. U heeft het meegekregen, 24 schutterijen. Eentje bleef erover. Volgend jaar wordt het georganiseerd in Born. Want Sint Martinus in Born, die heeft hem gewonnen. Daar wordt nu een groot feestje gevierd. Hier eerst uiteindelijk even de prijsuitreiking in ontvangst nemen. En dan waarschijnlijk een complete huldiging in Born.
En wij hebben met heel veel plezier, Jacques Leeners, ik spreek even namens jou, verslag gedaan. Het was een samenwerking tussen Omroep Horst en de Maas, Omroep Vendraai, Omroep Pelemaas, de afdeling Bezel, iedereen die aan meewerkte. En dat zijn er een heleboel, want ik heb hier in het draaiboek even gekeken. De 30 medewerkers die hier om ons heen lopen, om het allemaal draaiende te houden. We hebben het met heel veel plezier gemaakt en we hebben even van de sfeer kunnen genieten en ook eventjes ja, in die drive, in die drift mee kunnen doen. Want het was een geweldig evenement. En we waren heel blij dat wij er vandaag bij waren om het verslag van te doen. Waar staat die eerste, Pascal? Dit was mijn eerste OLS en ik moet je zeggen, ik werd al maar enthousiaster. Kijk, die vier talkshows, daar werd ik al nieuwsgierig van. Van hoe ging het nou echt in zijn werk? En op de een of andere manier, ja, op zijn Limburgs, ik ben hem. Maar dat is een verkeerde uitdrukking waarschijnlijk. Nee, ik vind het prima. Oké. Okay. Ik vind het prima. Ja. Daar sloeg ik me helemaal bij aan wat dat betreft. Want de begin zijn een klus. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik in een keer voor camera stond. Of achter camera stond, heb je ze niet meer wilt. Maar ja, de begin zijn een klus. En ik denk dat we dat op zich goed ten einde hebben gebracht. Ja. Ik vond de spanning steeds meer stijgen. Het heeft prima gegaan. We gaan de administratie bijwerken ja. voor het volgend jaar wat dat betreft. Maar we gaan de kijkers niet vermoeien met onze evaluatie. Dat doen we even buiten de uitzending. Maar ik denk wel, Jacques, dank voor de samenwerking. Voor je deskundige advies. En ja, ik vond het echt heel bijzonder. En het zou nooit zo leuk zijn geweest zonder dat er kijkers waren. Dus ik wil ook even het publiek bedanken in Noord- en Midden-Limburg. Want die hebben ook massaal gekeken en ook massaal gereageerd. Dank daarvoor. Jacques, ja. Tot volgende evenement. Dankjewel. Geer gedaan. En we weer tot een volgende keer. Oké. Okay. En nu dank voor het kijken. Dit was het OLS in 22. Volgend jaar zijn we natuurlijk weer bij, maar dan in Born. Fijne avond. We vullen ons schutters, bloes, dromen. Uurs de défilé marcheren elk jaar. Het OLS kan iedereen van dromen. Limburg, we stonden er al voor klaar. In het dorp is de warmte gestegen. Voor de nummer is de station bij het bos. In Meel, kruis je nou de wegen. Kom maar kijken, daar raakt touw op. Tussen het groen en de wei klopt elk schutters hart. De kenning, de biedeman en de muzikant. We hebben hem eraf geschoten. Is het geluk vooral voor mij, wielerden voor. Gekabel, gekeuvel, alles kunt goed. Is dat wel een keer raar, dan kunt de nummer.